Hi, Carlos Lenz hier. En ik kom vandaag met een tip met betrekking tot voeding. Ik ben natuurlijk personal trainer en geen voedingsdeskundige. Maar ik krijg vaak genoeg te maken met vragen met betrekking tot voeding. Een van die vragen is bijvoorbeeld, wanneer moet ik nou precies eten voor aanvang van een training of in ieder geval een wandeling? Ik zou zeggen maximaal 2 uur van tevoren. Ja? Zit je binnen die 2 uur grens, dan kan het misschien zo zijn dat je oprisping krijgt of dat je eten omhoog komt. Ja? De 2 uur van tevoren, dan zit je goed. Nou, wat zou ik dan eten als ik jou was? Nou, iets in de trant van koolhydraten. Dus een boterham met iets of een rijstwafel met iets. Of misschien s'avonds als je in de avond gaat wandelen of sporten, een zoete aardappel of een rijstmaaltijd. Maar gewoon niet al te zwaar. Ja? Dus hou er rekening mee, 2 uur van tevoren. Dan zit je safe. Succes, taprillers, hou vol en tot de volgende keer. Let's go!